De Veiligheidsdienst faalt, door Derek Hoddinott. Vertaling, Helene Swildens. Oh nee, moet dat nou? Laatst zei je nog dat Victor Borke de enige man was die je 's morgens aan het ontbijt kon verdragen. Je zei het zelfs heel nadrukkelijk. Ik herinner me niet. Toch is het zo. Nou, dan ben ik zeker van idee veranderd. Juist. Nou, wil je me even de boot aangeven? Ja, dank je. Wanneer ben je terug? Nou, het hangt er vanaf. Waarvan? Van wat er gebeurt. Terwijl ik daar ben. Het is wel weer eens wat anders, hè, Joegoslavië. Eén keer moet de eerste zijn, hè. Is er iets, Gilbert? Er is iets aan de hand, hè? Nee, waarom? Je bent zo stil. Je zegt de laatste dagen zo weinig. Werkelijk? Nee hoor, dat is niets. Er is eigenlijk nooit meer iets bijzonders sinds we trouwden. Dat ligt niet aan mij. Ik heb het genoeg geprobeerd. Wat? Je zult moeten toegeven dat ik mijn best gedaan heb. Ik ook. Het heeft geen zin, ik kan beter gaan. Als je terug bent... Ja, wat dan? Dan kunnen we het misschien eens uitpraten. Op een avond, zonder tv, zonder radio. Gewoon bij elkaar gaan zitten en over onszelf praten. Best, Jenny. Fijn. Je zei toch 10 dagen, hè? Dat is grappig. Ja. Wat is er grappig? 10 dagen, 10 jaar. Ik begrijp je niet. We zijn 10 jaar getrouwd. Een jaar voor iedere dag dat je weg bent. Zomaar een inval, meer niet. 10 dagen. Ach, die zijn zo voorbij, hè? Ik had het over ons huwelijk. Ja? Ga je al? Ja, ja. Het vliegtuig gaat om 2:30 en ik moet eerst naar een briefpost onderweg. Oh ja? Aan wie? Hè? Oh, als je wilt, kan ik er wel voor je post als ik boodschappen ga doen. Nou, nee. Kost nog geen minuut. Hij had al gisteravond gepost moeten worden. Op de zaak. Zoals je wilt. Staat je koffer in de hal? Ja. En weet je zeker dat je alles hebt? Ja, alles is in orde. Nou, dus tot het midden van de volgende week? Misschien eerder. Ik hoop het. Als alles goed gaat. Dag, Jenny. Dag, Gilbert. Passagiers voor vlucht 907, Air Canada, naar Edmonton en Vancouver, wordt verzocht zich naar 413 te begeven. Zie je dat niet? Ik weet niet eens welk vliegtuig hij moet hebben. Nou, dan gaat er zo dadelijk eentje naar Joegoslavië. Om hoe laat? Over 20 minuten. Kon die wel eens nemen. Nou, dan mogen we wel zorgen dat we een vlucht vinden. Nou, jij bent hem anders kwijtgeraakt. Ja, die vrachtauto schoot voor me langs. Ja, nog een geluk dat we het te levend hebben afgebracht. Het is allemaal een beetje uit de hand gelopen. 24 uur nadat hij zijn aanwijzing heeft gekregen, besluit hij opeens er vandoor te gaan. Dat moet ons nou weer overkomen.
En niet eens een foto om te identificeren. Die waren nog niet klaar. Wordt verzocht zich alleen een tekening. En dan wordt het dossier nog onderweg opgehouden. Als je spreekt over in het wilde wegwerken. Kijk, die vent die het ons moest brengen, die wist natuurlijk ook niet van tevoren dat hij een lekke band zou krijgen. Trouwens, ik wist niet eens dat wij hier vanmorgen zouden zijn. Het gaat wel in een hoog tempo. Dus wij proberen hier een Sovjet-agent op te vangen en we weten niet eens precies hoe die eruit ziet. Juist. Ja, Roland schijnt al wel vaker een slag voor geweest te zijn. Het is zuur. Nee, je moet toegeven dat hun verbindingen beter zijn dan de onze. Zee, is dit jouw eerste opdracht? Ja. En voor jou? Niet de eerste. Nou, we hebben wel een nieuweling. De lamme leidt de blinde. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Wat een gedonder, hè? Ja, het ging allemaal nogal overhaast. Inderdaad. We kunnen ons beter een beetje gedekt houden, niet? Green is toch al onderweg hierheen? Wat? Green? Ja, Green. Die heeft de leiding van deze operatie. Ze hebben hem opgeroepen zodra wij melden dat Roland koers zette naar het vliegveld. Ken je hem? Green? Nee. Jij dan? Ik heb hem wel eens gezien. Oh, ja? Had hij al 10 minuten geleden moeten zijn? Hey, wacht even. Huh? Wat? Hoi. Daar. Hoi. Daar ginds. Oh, ja. Grijs pak. Hey. Rode das. Een beetje brutale kerel. Nee, die is te oud. Zeker 50. Kijk, onze man is kleiner, wat jonger, atletischer. Laten we even wat verder lopen. We hebben nog maar weinig tijd, snap je wel. Je bent toch niet van idee veranderd, Gilbert? Nee. Maar wat probeer je me dan eigenlijk te vertellen? Het is de manier waarop we het doen, dat is alles. Er was geen andere mogelijkheid, dat vond jij toch ook? Het is nog iets anders om erover te denken en plannen te maken dan om er werkelijk vandoor te gaan. Maar we gaan er toch niet vandoor? Hoe noem jij dit dan? We zijn toch al die maanden bezig om jouw vrouw... Wat we nu doen is definitief, dat is het verschil, Claire. Ik ben voorgoed weggegaan. Ik heb een brief geschreven waarin ik het haar uitleg. Gek, nu ik erover nadenk, heb ik het idee dat ze het misschien wel wist. Kun jij je dat voorstellen? Ik bedoel dat ze iets vermoedde. Dat is onmogelijk. Misschien voelde ze iets. Ja. Ja, ik weet het haast zeker dat ze iets vermoedde. Maar ze zei niets. Maakte geen ruzie. Als ik maar de moed had gehad om het haar recht uit te zeggen. Wil jij terug? Nee, natuurlijk niet. Als jij weggaat, Gilbert, is het uit tussen ons. Dat kan niet anders. Het is niet makkelijk, Claire. Ik begrijp het. 10 jaar. 10 jaar van wat, Gilbert? Volmaakt huwelijksgeluk? Liefde? Nee, maar... Nou, wat dan? Het was toch iets? Jij hebt toch geen gezin? Dat is haar schuld niet. Het is niet aardig om daarover te beginnen. Gilbert. Ja? Je gaat toch wel met me mee, hè? We gaan toch samen in dat vliegtuig? Ja, natuurlijk. Het is gewoon een opwelling van gewetensbezwaren, denk ik. Nou, zorg dan alsjeblieft dat je daar vanavond geen last van hebt, hè? Als we alleen zijn. Ik hou van je. Vergeet dat niet. Daar moet je aan denken. Neem me niet kwalijk. Kom, we moeten ons vliegtuig halen. Ach, wacht even, Gilbert. Kan ik nog even naar het toilet? Ik ben zo terug. We hebben nog een kwartier. Laten we even contact opnemen met de veiligheidsdienst van de luchthaven. Ja? Hé, wacht. Wat? Kijk. Waar? Nee, daar. Daar. Recht voor je. Donkergroen pak. Geel overhemd. Precies. Kom, vooruit. Laten we die tekeningen nog eens bekijken. Ja. Zelfde grootte, zelfde kleur haar, die ogen. Hè? Maar toch te laten. Ik dacht
dat we zouden wachten tot... Ja, maar over een paar minuten zit hij in het vliegtuig. En dan kunnen we hem niet meer aanhouden zonder te veel aandacht te trekken. Zo onopvallend mogelijk. He, dat was toch de opdracht. Niets doen dat opzien verwekt. Misschien kan Mr. Ja, Green... Ja, die is er nog niet. En wij zijn er wel. Dit is een moment waarop je het initiatief moet durven nemen, beste vriend. Als hij ons ontsnapt, hè? Denk eens aan al die anderen. Burgess, McLean, Montecorvo, Philby. We gaan er toch niet nog één een kans geven, wel? Nou? Als jij er zeker van bent. En zo gespannen. Eén bonk zenuwen. Kan geen ogenblik stilzitten. Je hoeft er maar aan te kijken of... Nou, goed dan. Pardon, meneer. Ja? Niet bewegen. Geen woord. En doe precies wat we zeggen. Wat? Ik herhaal, doe precies wat we zeggen. Mijn collega hier houdt zijn gevoel voor op u gericht. Klaar? Ja, maar ik moet mijn vliegtuig nemen. Een andere keer. Onze legitimatie. DI6. Veiligheidsdienst. Lopen. Maar dit is een vergissing. Lopen. Mijn koffer en mijn jas, die moet... Die draagt mijn collega wel voor u. Zo. Juist. Goed zo. Doorlopen. Heel goed. Maar ik zeg u toch dat u zich vergist. Mijn naam is Watkins. Gilbert Watkins. Niet praten. Doorlopen. Dit is de laatste oproep voor de vlucht Yugoslavian Airlines 784 naar Zagreb. Willen de passagiers voor deze vlucht zich direct melden bij Pier 17? Recht niet om dit te doen. We zijn hier in Engeland. U kunt niet zomaar iemand oppakken zonder enige verklaring. Er wacht iemand op me op het vliegveld. Ik ging op vakantie, meneer. Dat is alles. 10 dagen vakantie. Trek dit over uw hoofd. Wat? Dat is een regenjas. Gooi hem over uw hoofd. Ik... Geen discussies, meneer Roland. Mijn naam is Watkins. U ziet toch dat u zich vergist. U houdt mij voor een ander. Gooi dat over uw hoofd. Meneer Roland. Ik zeg u toch dat ik Watkins heet. Nou, goed. Oké. Ik zal het over mijn hoofd gooien. Maar ik wijs u toch... 5 minuten maar. Dan bent u ons kwijt. En dan zijn wij u kwijt. Gaat u hier maar naar binnen, meneer Roland. Watkins, heb ik u toch gezegd? Ja, dat hebt u inderdaad gezegd. Het duurt niet lang. God. Niemand weet waar ik ben. Ze kunnen met me doen wat ze willen en geen haan die aan haar kraait. Ik moet hier uitzien te komen. Die raam. God, ik... Ik word gek. Dat is het. Dit gebeurt niet echt. Ik verbeeld hem alleen maar. En Claire, die denkt natuurlijk... God. Helpt u me alstublieft, ze vergissen zich. Zorg dat ze het merken dat ze zich vergissen. Ik smeek u. En die brief die ik haar gestuurd heb. Ze kunnen hem hier dagen vasthouden zonder dat iemand er iets aan doet. Ik... Laat me eruit! Laat me eruit! Goedemorgen. Ben u hier de verantwoordelijke persoon? Nee. Ja, u moet me laten gaan. U begaat een verschrikkelijke vergissing. Ik ben niet degene die u zoekt. Ik kan hier een rechtszaak van maken, weet u dat? Waarom? Wat? Waarom zouden we u laten gaan? Waarom? Ja. Omdat...
Omdat je mensen zo niet kunt behandelen. We zijn hier niet in Rusland. Nee, dat zult u wel het beste weten. We zijn hier in Engeland. Precies. En hier gebeuren zulke dingen niet. Ik zeg u dat u een ernstige fout maakte. Ik ben niet Roland. Mijn naam is Watkins. Dat staat inderdaad op uw paspoort. Maar het is niet zo waarschijnlijk dat u hier weggaat onder uw eigen naam, wel? Wilt u me misschien eindelijk eens vertellen wat er aan de hand is? Als u me nu laat gaan, zal ik hier niet verder over spreken. Ik zal geen stappen ondernemen. Ik zal er met niemand over praten. Ik zal vergeten dat dit gebeurd is. Waarom ben ik hier? Voor een ondervraging. Een ondervraging? Ja. Waarover? Ik kan u niks vertellen. Ik heb niks verkeerds gedaan. Dit is toch geen politiebureau? Niet bepaald. Ik wil dat u me naar een politiebureau brengt. Ik ben niet van plan iets te zeggen voor ik op een politiebureau ben. En dan zal ik zelf een aanklacht indienen. U verkeert niet in de positie om dergelijke eisen te stellen. We zullen u officieel aanklagen als wij het antwoord op een paar van onze vragen hebben. Maar als u niet van de politie... Gaat u alsjeblieft zitten, meneer Roland. Zo heet ik niet. Ja, hoort u nou eens alsjeblieft. Maakt u de zaken niet moeilijker. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Niet in dit stadium. Ik wil weten wie u bent. Veiligheidsdienst. Oké. Maar waarom ben ik hier? Dat begrijp ik niet. Wat wilt u van me? Inlichtingen. Wat voor inlichtingen in godsnaam? Over uw activiteiten. Welke activiteiten? Ik vraag u welke activiteiten. Waarom gaat u niet zitten? Ik blijf hier niet. Ik wil hier vandaan. Ik hoef hier niet te blijven. Gaat u zitten! Aan die kant van de tafel, alsjeblieft. Dank u. Zo. Nou, wilt u misschien koffie? Wat? Koffie. Koffie? Ja, koffie. Ja? Wat is er van uw dienst? Twee koffie. Zeker, meneer. Sigaret? Nee, dank u. U was er bijna vandoor gegaan. Dat zou een lelijke streep door onze rekening zijn geweest. Dat zou ik niet graag toegeven buiten deze vier muren, maar... Ik weet niet waar u het over hebt. Het is goed opgezet, dat moet ik toegeven. Alsjeblieft, legt u... Uw naam is Peter Roland. Mijn naam is... U leeftijd 42. 40. Geboren in Londen. Chelmsford. Vader Brits. Dat is juist. Moeder Oostenrijkse. Nee, moeder Brits. Meneer Roland. In Watkins! W.A. Ik wil even onder uw aandacht brengen dat ik niet telkens op deze wijze onderbroken wens te worden. Het heeft geen zin me dat allemaal voor te lezen. Zegt me niks. Ik begrijp er niks van. Helemaal niets. U hebt de Alasiederschool bezocht, net als een Road NW2. Klaarblijkelijk geen bijzondere dingen. Daarna verschillende banen. Toen kreeg u een contract voor 9 jaar bij de Royal Air Force. Werd specialist bij de genie. Laatbloeier. Daarna verliet u de dienst en kreeg u een baan bij de vliegtuigenfabriek Flight Engineering Company, waar u sindsdien werkzaam bent. Ik ben 4 jaar geleden werd hij verplaatst naar de afdeling speciale projecten die geheime regeringscontacten afwerkt. Natuurlijk lagen daar bepaalde informaties en gegevens pas klaar binnen uw bereik. U hebt het over iemand anders, niet over mij. U werd 2 jaar geleden benaderd door een zekere Mr. Leverton, die u overhaalde foto's te nemen van een paar belangrijke onderdelen van een geheime raketmotor, waarvoor u de som van £5.000 kreeg. Dat was dan de eerste van een hele reeks van dergelijke financiële transacties. Natuurlijk hoef ik u niet te vertellen dat Mr. Leverton eigenlijk een Russisch agent was. Leverton. Die al een lange loopbaan achter zich had. Hij werd 2 weken geleden gearresteerd en zijn bekentenis heeft ons de namen van een paar andere contactpersonen opgeleverd, waarvan u er zelf één bent. Ik? De laatste 24 uur hebben wij uw huis laten bewaken in de hoop dat u ons naar andere contactpersonen zou leiden. Maar uw plotselinge poging om het land te verlaten, waarschijnlijk op aanwijzing van een goed ingelicht persoon, heeft ons een beetje overvallen. En vandaar dat u nu hier bent. U weet dus nu waar het om gaat. We hoeven alleen maar het dossier aan te vullen met uw hulp. En dan wordt er een officiële aanklacht tegen u ingediend. Hoe vaak moet ik u... Houdt u dat toch op! De koffie. Alsjeblieft. Dank je. Verder nog iets meer? Nee, niets. Het is net een kettingreactie. Wat? Wij arresteren Leverton en hij brengt ons op uw spoor.
Wij arresteren u. En u brengt ons op een spoor van... Nou, meneer Rowland. Wat zegt u daarop? Watkins. Mijn naam is Watkins. Ach, ja, zo. U begrijpt toch wel dat we ons een tweede Philby-zaak niet kunnen veroorloven. Wij waren de risée van de hele wereld. Dat nooit weer. Kijk, u begrijpt nog steeds niet dat u de verkeerde te pakken hebt. Ik was alleen maar van plan om weg te gaan. Ja? Ik ging op vakantie. Naar Joegoslavië? Ja. Met wie? Een vrouw. Een vrouw. Ja, dat gebeurt toch wel meer, hè? Niet zo ongewoon, vindt u wel? Toen onze mens u op het vliegveld ontdekte, was u alleen. Ja, mijn vriendin was even naar het toilet. Kom nou. Mensen gaan wel eens meer naar een toilet. Die dame, ja? Als ze tenminste werkelijk bestaat. Ze bestaat. En wie is dat dan wel? Mijn secretaresse. Uw secretaresse. Nou ja, niet precies. Niet precies. Daar wilde misschien ophouden met ieder woord dat ik zeg te herhalen. U hebt haar koffer hier. Wij hebben uw koffer hier. Het was toch een zakenreis, nietwaar? Een vakantiereis. Dat heb ik toch tegen uw mensen gezegd. En als ze niet uw secretaresse was, die vrouw waarmee u zou vertrekken, wie was ze dan wel? Ja, ziet u, ik was van plan mijn vrouw te verlaten. God, ik weet niet waarom ik u dat eigenlijk allemaal vertel, verdomme. Ik had haar een brief geschreven om alles uit te leggen. Maar die krijgt ze morgen pas. Ze is 3 jaar geleden gestorven. Wie? Uw vrouw is 3 jaar geleden gestorven. Dat is niet waar. Ja, zeker. Het staat in uw dossier. Mijn chef kan dat straks bevestigen. Ze heet Jenny, mijn vrouw. En als u haar belt, dan kan ze u alles bevestigen. Ik zal u het nummer geven. 246-8041. Nou, draait u het nummer maar. Spreekt u met haar, dan kan zij u vertellen wie ik ben. Die, secretaresse... Ze is mijn secretaresse niet. Is niet uw secretaresse. Nee. Uw vriendin? Als u het zo wilt noemen. Is het wel of is het niet? Hoe zit dat? Goed dan, mijn vriendin. Weet u dat zeker? Natuurlijk weet ik het zeker. Wat bedoelt u eigenlijk? Of u zeker weet dat ze bestaat. Echt bestaat. En uw vrouw... Ik heb u het telefoonnummer gegeven. Belt u haar op. Dan kunt u het haar vragen. Ik heb het genoteerd. En ik zal bellen. Zometeen. Waarom nu niet? Dat spaart tijd. Dat spaart u tijd in de mijne. Wij hebben tijd genoeg, meneer Roland. We hebben alle tijd van de wereld. Hallo? Spreek ik met 246-8041? Ja, met wie? Is meneer Watkins thuis? Met wie spreek ik? Is hij thuis? Nee, hij is niet aanwezig. Oh. Kan ik de boodschap overbrengen? Nee, dat hoeft niet. Wanneer komt hij thuis, denkt u? Hij is op een zakenreis. De eerste dagen komt hij niet thuis. Oh, juist. Als u zijn kantoor wilt bellen... Nee, het is van geen belang. Weet u zeker dat ik geen boodschap moet overbrengen? Nee, dank u. Wie kan ik zeggen dat gebeld heeft? Oh, doe dat niet toe. Kantoor van de heer Watkins. Juffrouw Stokes. Mevrouw Watkins? Ja, Telefoneert u van het vliegveld? Nee. Er is toch niet iets gebeurd? Hoezo? Met uw vakantie. Ik dacht dat meneer Watkins en u op weg waren naar Joegoslavië. We hebben vertraging. Een technisch defect. Ach. We vertrekken niet voor vanmiddag. Ah, wat vervelend voor u. Ja. Maar ik belde eigenlijk om het volgende, juffrouw Stokes. Mijn man wilde weten wie ons zo net heeft opgebeld. Een dame, maar ze heeft de naam niet genoemd. En
Nu maakt hij zich zorgen dat het iemand van de zaak was met de belangrijke mededeling. Nou, hier vandaan heeft niemand gebeld, mevrouw Watkins. Meneer Marshall is er niet. Maar als u wilt, dan kan ik u wel eventjes aan juffrouw Crayon vragen. Oh nee, dat is niet nodig. Als het dringend is, zullen ze nog wel eens bellen. Dank u wel, hoor, juffrouw Stokes. Ik hoop dat de vertraging niet te lang duurt. En een prettige vakantie. Dank u. Tot ziens. Tot ziens. In gesprek. Wat? Telefoonnummer dat u me gegeven hebt. Probeert u het dan nog een keer? Misschien. Maar dat moet u doen. Oh ja? Moet ik dat? De sleutel van uw koffer, alstublieft. Ja, waarom kijkt u me zo aan? U hoeft alleen maar op te bellen, dan zult u merken... Ik moet hier weg. Ik wil hier weg. Ik moet eruit. Ik word Er zit ijzergas voor het raam. Ik zweer u dat ik niks gedaan heb. Een telefoon. Ik wil telefoneren. Het spijt me. Een advocaat. Zelfs de politie. Wij zijn de politie niet, meneer Roland. Watkins! Zo heet ik jij, vervloekte idioot! U schijnt het niet te begrijpen. De veiligheidsdienst werkt volgens een speciaal systeem. Hij heeft speciale bevoegdheden. Maar toch niet buiten de wet, hoor? Als het nodig is, wel. De veiligheid van de natie moet boven de wet staan, onder bepaalde omstandigheden. Maar in vrede is... Kom toch, u bent toch niet zo naïef. Voor mensen als wij, meneer Roland, bestaat er geen vrede, geen ontspanning. Maar kan ik het u nu duidelijk maken? Ik zeg u toch steeds... Tot mijn spijt vertelt u mij al door dingen die ik niet wil horen. Omdat ik niets anders te vertellen heb. Ik weet zelfs niet eens waar het allemaal om gaat. Ik ben niet die man, die Roland. Ik ging op vakantie. U probeerde er vandoor te gaan. Op vakantie. God, goeie God, helemaal alsjeblieft. Laat ze toch begrijpen... Laat ze weten wie ik ben. Wie is daar? Green, hier. Kom eraan. Binnen. Morgen, meneer Green. Morgen. En? Mr. Roland beweert dat hij Mr. Roland niet is. Zegt dat hij Watkins heet. Zegt dat hij met zijn vriendin naar Joegoslavië ging. Hier is het dossier. Zoveel als in die korte tijd althans te weten hebben kunnen komen. Hij heeft me een telefoonnummer gegeven dat ik bellen moest. Wat voor nummer? Zijn huis. 160-2789? Nee, 246-8041. Houd vol dat zijn vrouw zal opnemen en bevestigen dat hij Watkins is. Ja, maar die is dood. Daaraan heb ik hem ook herinnerd. En, heb je dat nummer gebeld? Het is natuurlijk onzin, maar voor alle zekerheid bedoel ik. Het was een gesprek. Weet je dat zeker? Ja. Ik heb het zelfs twee keer geprobeerd. Is er iets niet in orde? Ja? Kijk eens naar deze fotobreek. Dat is hem toch niet? Nou, is het hem? Nee. Nee, meneer. Nee? Wat is het? Lijkt er niet op. Als dat Roland is. Dit is Roland. Gisteren genomen toen we er eindelijk achter waren wie die was. Ja, maar de man die we hier hebben, meneer Green, is jonger. Huh? Ja, ongeveer hetzelfde postuur, maar nog niet zo grijs. Wie heeft hem gearresteerd? David en Gordon. Wie zijn dat? Twee nieuwelingen, ze staan buiten te wachten. En jij zet twee nieuwelingen in bij een zaak? Ja, ze wisten niet dat hij er vandaag van toe zou gaan. Ze hoefden alleen maar te surveilleren. Ze hadden er net 2 uur geleden overgenomen van Lloyd en Wallace. Wallace was ziek geworden en ik had geen andere mensen beschikbaar. Maar hoe hebben ze dan... Laat ze eens hier komen. Ja, ik zal ze halen. David, Gordon. Kom even binnen. Ja, meneer. Meneer. Die man die jullie gevolgd zijn naar het vliegveld... hebben jullie die uit het oog verloren? Onderweg of zo? Een ogenblik maar, meneer. Bij een kruispunt, hè? Een vrachtwagen die schoot voor ons langs en we raakten de wagen kwijt. Maar op het vliegveld hebben we hem weer teruggevonden. Maar toen zat Roland er niet meer in. Nee.
Nee, meneer. Hij wachtte op zijn vliegtuig. Ja. We kregen hem een paar minuten voor het vertrek te pakken. Toen hij zich haast om zijn vliegtuig te halen? Ja? Meneer. Nee? Nee. Hij zat daar te wachten. Ja. Wachten? Ja. Voor een Sovjet-agent die de benen neemt? Wel wat koelbloedig, niet? Nou, meneer... Hoe wisten jullie dat het Roland was? Nou, omdat er geen foto voorhanden was, gingen wij af op die tekening die we hadden gekregen. Ja. En hij droeg net zo'n pak. Dus jullie namen hem mee omdat hij net zo'n pak droeg? Nee, dat niet, meneer Green. We hebben de verkeerde te pakken. Maar dat kan toch niet, meneer Green? Roland is ontsnapt met een lijnvliegtuig naar Joegoslavië. Maar hij leek precies op Roland, meneer Green. Hij leek erop. Hier. Hier is Rolands foto. Leek hij daarop? Lijkt de man hiernaast daarop? Lijkt hij daarop? Nee. Maar het is hem niet. Nee, daar ben ik wel zeker van. Grote God, we laten niet alleen de echte spion voor open ogen ontsnappen. We zitten nu ook nog opgescheept met een onschuldige burger van Groot-Brittannië... die er daar zit af te vragen wat er aan de hand is. En ik moet hem gaan ondervragen. Wat voor vragen moet ik hem stellen? Moet ze Rozen het doen? En als ik hem moet bekennen dat we deze hele operatie verknoeid hebben, zal hij wel even contact opnemen met een paar mensen. Zijn advocaat, de redactie van de krant. Verdomme erop, maak dat je wegkomt. Het spijt me verschrikkelijk, meneer. Schrijf me meteen een uitvoerig rapport. En als ik uitvoerig zeg, dan bedoel ik heel uitvoerig. Komt in orde, meneer. Zeker, meneer. En jij ook, Breck. Ik heb van jou ook een rapport nodig. Ik zal ervoor zorgen, meneer Green. Wat moet ik tegen die man zeggen? Vertrouwen op zijn liefde voor vaderland en vorstin? Of op zijn eerlijkheid om te zorgen dat hij zijn mond houdt? Bestaat er nog zoiets als eerlijkheid en vaderlandsliefde in de wereld van vandaag? De verkeerde man, verdomd toch aan toe! Ik heb uw medewerker al gezegd dat ik Watkins heet. Watkins! Maar hij wil me niet geloven. Hij gelooft geen woord van wat ik zeg. Hij blijft me maar Roland noemen. Meneer Watkins, dit spijt me Roland, erg. Ik ken niet eens iemand die Roland heet. Ik heb hem een telefoonnummer gegeven en hem gevraagd... Wat zei u? Pardon? Daarnet, u... U noemde mij toch Watkins? Ja. Dus u gelooft mij? Ja. Ik begrijp dat dit een afschuwelijke ervaring voor u is geweest. Alles wat ik kan zeggen onder deze omstandigheden... Ik wil weg. Ik wil hier vandaan. Ja, natuurlijk. Zo meteen. Nee, ik wil nu weg. Alsjeblieft, laat u me gaan. Ik kan het niet. Ik begrijp hoe u zich voelt. Maar we moeten eerst even met elkaar praten. Praten? Een rustig, vriendschappelijk gesprek. Nou, we hebben elkaar niets te zeggen. In de eerste plaats had ik hier nooit naartoe gebracht mogen worden. Ik zei direct tegen uw medewerker dat ik niets te zeggen had. En nu... Gelooft u me? Ja. Dus er is een fout gemaakt, net als ik zeg. Ja, ik ben bang van wel. Ik zal niet proberen iets voor u verborgen te houden. Er is een verschrikkelijke fout gemaakt en ik bied u mijn oprechte verontschuldiging aan. Verontschuldigingen? Ja. Voor die nachtmerrie die ik heb doorgemaakt? Het was een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Ongelukkig, ja, zegt u dat wel. Weet u wat zo'n ervaring voor gevolgen zou kunnen hebben bij een wat teergevoelige man? Zo'n schok zou, nee... Nee, ik beschouw het als mijn recht om ten krachtigste te protesteren. U hebt gelijk. Bij uw meerdere. Ik begrijp hoe u zich voelt. De minister van Binnenlandse Zaken. Meneer Watkins. Juist, dat is mijn naam. En vergeet u het vooral niet. Watkins. Als u mij de gelegenheid wil geven... zou ik u graag iets willen uitleggen. Wij zijn vaak verplicht onaangenaam werk te doen. Het komt nu eenmaal voor dat helaas soms ook onschuldigen daaronder te lijden hebben. Maar het blijft een feit dat het werk van mij en mijn mensen noodzakelijk is... voor de bescherming van het land en ons stelsel. Ja, vertelt u me eens. Wat voor stelsel beschermt u eigenlijk als u onschuldige mensen zoals ik oppakt? Bij operaties zoals deze worden eenmaal vergissingen gemaakt. Het is betreurenswaardig, maar het gebeurt. Menselijke wezens zijn nu helemaal feilbaar. Die mensen die u zo in bescherming neemt, die hadden er plezier in. Ze vonden het fijn, van begin tot eind. Dat geloof ik niet, meneer Watkins. Ach, u hebt veel te veel vertrouwen in de menselijke natuur. Nee, dat heb ik niet. Als ik dat had, zou ik dit werk niet doen. Dat is zeker prachtig werk, hè? Meneer Watkins, ik ben een van de hogere functionarissen van de Veiligheidsdienst. Ik probeer deze natie te beschermen tegen de Fuchsen en de Lonsdeels van deze wereld. Daar is niemand ons erg dankbaar voor.
Maar als er iets fout gaat, zoals nu, zit daar een aardig verhaaltje in voor de een of andere krant. Is het zo niet? Dat zou kunnen, ja. Waarom kijkt u mij zo aan? Omdat het mijn werk is te zorgen dat de geheimen van de defensie blijven waar ze horen? Kom, meneer Watkins. Ik geef toe dat dit een zeer onprettige ervaring voor u is geweest. Maar dat is dan ook alles. Nu ik de kwestie heb opgehelderd... Vindt u dat ik wel naar huis kan gaan om mijn vrouw te vertellen... Dat is niet nodig, wel. Wat bedoelt u? U kunt toch met uw vriendin verder reizen naar Joegoslavië? Voor onze rekening natuurlijk. Meneer Watkins, hebt u mij begrepen? U kunt uw reis naar Joegoslavië voortzetten voor onze rekening als onze gasten. Ik wil alleen maar naar huis. Alleen maar naar huis. Uitstekend. Maar voordat u gaat, moet ik u dringend verzoeken om wat vandaag gebeurd is helemaal voor uzelf te houden. Ik moet u vragen om een officiële verklaring te ondertekenen dat u zult zwijgen. Niemand, zelfs niet uw vrouw, mag iets over vandaag te weten komen. Ik ben niet van plan iets te ondertekenen. Ik zou u adviseren... U hebt niet het recht om mij zoiets te vragen. Ik heb daartoe het volste recht. U kunt me niet dwingen. Ik kan niet toestaan dat u hier vandaan gaat zonder deze verklaring getekend te hebben. Ja, weet u wel wat u zegt? Ik ben ten onrechte gearresteerd. U bent hier gebracht voor een ondervraging. U bent niet gearresteerd. Er is u geen haar gekrenkt. Meneer Watkins... Laten we deze kwestie als volwassen mensen met elkaar bespreken. Ik vermoed wel wat u denkt. U meent dat u wettelijk het recht hebt om een klacht in te dienen... en dat de daaruit voortkomende publiciteit... U bent me voor. Maar wat u zich niet realiseert... is dat wij een beroep kunnen doen op de wet op de staatsgeheimen. Dan zou uw geval behandeld worden met gesloten deur... of wat nog waarschijnlijker is, het zou helemaal geen zaak worden. Dat verbaast u niet? Dat wij zoveel macht hebben. In het nationaal belang. Wij kunnen verbieden, achterhouden, censuur uitoefenen... als dat nodig is. En het is nodig, geloof me. Het spijt me, maar we kunnen u geen privéacties toestaan. Laat ik u ronduit een vraag stellen, meneer Watkins. Hoeveel moet dit land u betalen voor uw stilzwijgen? Wat bedoelt u? Doe nou, meneer Watkins. Dit is een vraag op de man af. Hoeveel? Voor uw zwijgen en uw handtekening onder de verklaring dat u hierover niet zult spreken. Ik weet het niet. Zou u nu uw handtekening willen zetten voor een cheque van, laten we zeggen, 200 pond? Maar wilt u werkelijk... Dat vraag ik u, meneer Watkins. Accepteert u dat bedrag? Ik geloof niet dat ik daar antwoord op kan geven. Een nieuw spionageschandaal zou ons land in het oog van de wereld ontzettend blameren. Of kan u dat niet schelen? Maar waarom juist ik? Waarom moet juist ik opkomen voor uw tekortkoming? Dat vraag ik u niet. We gaan zo efficiënt mogelijk te werk. Maar ook de democratie heeft daar gebreken. U zou zelfs kunnen zeggen dat ze over een niet-efficiënte veiligheidsdienst beschikt. Laat dat zo zijn. U hebt het voor het zeggen. We zullen uw reis naar Joegoslavië betalen. Ik kan u nu een cheque uitschrijven als schadevergoeding voor alle ongemak en narigheid die we u hebben bezorgd. Nou, ik geloof wel dat ik een zeker recht heb. Zullen we zeggen 1000 pond? 1000? Ja. Ik geloof dat het niet onredelijk zou zijn. 2000? Ja. Dat is goed, ja. Vaderlandsliefde is vrij duur, niet? Ik zie echt niet in waarom u mij een schuldbesef moet aanpraten. U bent degene die een fout heeft begaan. Dat ontken ik ook niet, meneer Watkins. Er is niemand, absoluut niemand, die minstens 1 of 2 fouten in zijn leven maakt. Ik heb trouwens het gevoel dat wij u ook van een fout teruggehouden hebben. Ik zal de papieren laten komen en een cheque uitschrijven. Ik dank u voor uw medewerking, meneer Watkins. Als u het niet erg vindt om even te wachten. Ik ben bang dat ik toch nog even de deur moet afsluiten. Dat is de gewone gang van zaken bij de veiligheidsdienst. Weet u? Ah.
laat is het? 8:30. We moesten maar eens opstaan. Nee, blijf nog even liggen. Die kans krijgen we niet zo vaak. Je was gisteravond zo nerveus. Oh ja? Werd de reis op het laatste moment afgelast? Ja, dat heb ik je toch gisteravond al verteld, toen ik thuis kwam. Jawel. Maar ik heb het niet helemaal begrepen. Ik was zo verbaasd je te zien. Ik kon mijn ogen niet geloven. Ja. Je kunt je voorstellen hoe ik me voelde toen ik het kantoor belde. Dan Megan me vertelde dat jij... Maar wat gebeurde er toen verder, Gilbert? Nou, zoals ik al zei, ik ging terug naar kantoor. Nee, ik bedoel, waarom hadden ze de reis afgelast? Och, ik geloof dat het iets met politiek te maken had. Nou ja, dat snap ik ook niet helemaal. En die reis? Ja, wat? Die reis is dus van de baan? Voorgoed? Ja. Voorgoed. Wat jammer voor je. Och, ja. Maar misschien... Ja, wat? Misschien kunnen we samen op vakantie. Nou, dat is geen slecht idee. Mallorca heb je nu wel gezien, hè? Ja. Ik weet het niet. Thuis is het toch altijd nog het beste. Fijn dat je zo over denkt, Gilbert. Achter je eigen voordeur voel je toch maar het veiligst. Je weet waar alles is. Je weet waar je bent. Toen je gisteravond thuis kwam, zo onverwacht... Mm-hmm. Dacht ik eigenlijk dat je ziek was geworden. Je zag zo bleek. Nou ja, dat gescharrel zo'n hele dag. Je had wel even kunnen bellen. Waarom? Om te zeggen dat je thuis kwam. Ja, alles liep een beetje uit de hand, weet je. Ik wist eigenlijk zelf niet of ik moest blijven of weggaan. Achteraf is dat de situatie ter voeten uit. Ja. Dus we hebben de dag voor onszelf. Ja. En morgen ook. Ik kan de hele week vrijnemen. Dat had ik te goed. Fijn. Kunnen we het ons veroorloven? Wat? Joegoslavië. Natuurlijk. Ik heb wat gespaard. Dat wist ik niet. In een oude kous? Ik vertel je ook niet altijd alles. Ja. Ik zie geen reden waarom het niet zou gaan. Oh, de post. Nee. Ik zal hem even halen. Nee, die haal ik even. Maar ik ben al op. Ach, nee, ga jij nou maar weer naar buiten. Ik haal de post en ik zet mijn één koffer. Nou, goed dan. Ga eens rekening. Dan laat je plaats van de duiveltjes. Ah, dat is hem. Nee, alleen rekeningen. Oh, jakkes. Jenny. Ja? Laten we maar niet naar Joegoslavië gaan, hè? Nee. Nee. Waar wil je dan naartoe? Ik denk aan iets exotischers. Iets exotisch? Ja. Jamaica bijvoorbeeld. Wat vind je van Jamaica? Dan ben je er dus echt helemaal uit. De Veiligheidsdienst faalt. Door Derek Hoddinott. Vertaling Helene Swildens. Rolverdeling: Gilbert Watkins, Bernard Droog,
Jenny Watkins, Ada Andrea. David, Hans Voets. Gordon, Gees Linnenbank. Claire, Ellie den Haring. Breck, Jan Borkes. Green, Huip Orizant. Mary, Nel Kars. Omroepster, Joke Rijtsma Hagelen. Technische realisatie, Fred de Bier. Assistentie, Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.